Hallo, hier is Kingo terug bij DR Billions. En vandaag gaan wij de laatste missie doen in de eerste helft van de campaign. Dus zoals je kan zien, we zitten op 48%. Nog één missie, dan gaan we over de 50%. Dus dat is dope. Maar nu is de vraag, welke missie gaan we doen? We hebben dus vier opties, eigenlijk maar drie opties. Want deze wil ik nog steeds even laten zitten, want dit is een tier 4 missie. Dus we hebben de Nest of the Harpy, we hebben de Oasis en we hebben de Valley of the Dead. Nou, ik ben dus aan het twijfelen, want de vorige keer hadden we de Frozen Lake gedaan, gevolgd door de Hydra Power Plant. En de Frozen Lake was zeg maar zo'n tussenstap dingetje. Dus het zou kunnen dat als ik de Oasis nu doe, dat ik dan ook weer ergens een nieuwe ding unlock. Een nieuwe Hydra, of een nieuwe Hero Missie. En ik heb nog geen zin om dit opnieuw te doen. Dus zeg maar dit eraan doen, en dan Hero Missie eraan doen. Dus wat ik nu wel ga doen, is ik wil of Valley of Dead doen, of ik wil Nest of the Harpy doen. En dan kijken we daarna welke ik daarna ga doen. Misschien dat ik daarna wel de Oasis ga doen. Zie ik nog wel. Maar nee, ik denk dat ik wil beginnen met deze. Ik denk dat ik de Valley of the Dead wil gaan doen. Gevolgd door de Oasis, gevolgd door Nest the Harpy. Zo is het lichaam wat we hiermee lokken natuurlijk. Oké, nou laten we even kijken. Dus de Valley of Dead. Undoubtedly, the Valley of Dead is an inhospitable and terrible place to build a colony. But its strange position is of vital importance to the Empire. Being on the edge of the Great Desert, no swarms of infected can reach the colony. However, there is a large population of infected in the region. Being on the edge of a Great Desert, no swarms of infected can reach the colony. Dus er gaan geen zwarmen komen. Oh, dat is super dope. However, there is a large population of infected in the region. Because of two human villages that were infected long ago. And the region is so barren that you will have to make the most of each archival space to keep self-sufficient colony with an acceptable population. Oké, dus we hebben nu Far Horizon. Dat betekent dat ik verder kan kijken met mijn units. Dus dat ik eerder dingen kan spotten. Very active infected. Effectivity awareness. Hoe heet het? Activity awareness. 30% erbij. En dat is slecht dit. Dit is de reden waarom ik de vierde map nooit leuk vond om te spelen. Dus de desert map in de survival mode, zeg maar. Dit was de reden waarom ik het niet leuk vind. Want als je één klein foutje maakt, dan, zeg maar, je weet als bijvoorbeeld vlak bij de rand van je map, als daar een gebouw valt. Dus zeg maar een hunt cottage of weet ik het wel, dat er één ding snel valt, maar het is voor de rest niet erg. Het is voor de rest zit achter een barrière of zo. Of er valt een Tesla Tower, zeg maar. Dan krijg je dus wat zombies verderop die denken van, hé, ik hoor iets kapot gaan en we gaan erop af. Nou, bij dit heb je dat zoveel erger. En als er één ding kapot gaat aan de rand van je base, dan is het meteen van, oké, alles komt daarop af. En dat wil ik dus niet. Oké, destroy all infected, crown colony, destroy the village of doom, zoveel dagen. Oké, laten we gaan. Dus dit lijkt me een interessante missie. Oké, we zijn er. En hier hebben we dus twee villages. Well village, water spring village. Oké, cool. We zijn hier dus met al onze dingen. Hey, we hebben hier al een mooi dingetje, een oude water well. Oké, dus waar zitten we mee? We zitten aan de rand van de map, rechtsonder. Dus ik verwacht dat dit dan de rand helemaal is. Dus laten we gewoon even scouten. En dan weer daar. Wat hebben we hier allemaal? Oh, infected. Stone. En hier moet je dus een beetje voor oppassen voor die infected nu. Je kan niet, zeg maar, ik weet niet of ik nu één dingetje wil laten staan, zeg maar. Ja, weet je wat? Ik denk dat ik het hier wel doe. Maar dan wil ik in groepen van twee gaan werken nu. Dus we gaan jullie sturen we die kant op af. Jullie twee sturen we die kant op af. En jou hou ik dan wel eventjes hier. Als een dingetje. Een barrière. Oké, dus ik denk dat we eerst naar het noorden willen gaan. Voor zullen we alles doorbreken. Hopelijk lukt het. Dus ja, laten we maar beginnen. Oké, hier zit veel voedsel. Dus ik denk dat ik aan deze kant mijn huis wil neerzetten. Genoeg ruimte overhouden voor de voedsel en alles. Alright, en dan zie ik jullie zoals altijd weer terug als ik wat verder ben. En hopelijk geen units verlies. Jesus. Want dit is precies wat ik bedoel. Dus voordat ik skip, dit is precies wat ik bedoel. Kijk hoeveel zombies aankomen nu. Veel meer dan normaal. En daarom heb je gewoon twee archers nodig per spot, zeg maar. Wat anders gewoon niet te doen is. Oké, volgens mij is, ja, dit is helemaal afgesloten zo, tot daar in ieder geval. Dus dat is nice. Dat betekent dat ik dit kan afsluiten en dan kan ik dit gebied gebruiken om mijn eerste army op te bouwen. Oké. Dus we hebben een duidelijk plan nu, waar we natuurlijk kunnen gaan. En ik denk dat ik gewoon ook ga wachten tot dat plan naar buiten voordat ik jullie even weer terughaal.
Dus ja, deze map is dus tegenovergesteld als van de map die we al een keer hebben gehad. Dat er zeg maar geen effecten op de map zijn, maar dan komen we er op het einde komt er een wave. Nou, op deze map heb je dus compleet 0,0 waves. Maar de map zit vol met zombies die je moet clearen. Binnen een bepaalde tijd. Dus, I like it. Dat is een cool idee. Oké, dus ik denk dat ik jullie wil laten gaan tot daar. Zo. En jullie ook over tot daar. Ik moet hier een beetje oppassen. Weet je wat? Ik denk, ja, als ik jou daarbij zet, jou hierbij zet. Dit is denk ik nu beter. Oké, dus ik laat jullie naar daar lopen. Naar daar lopen en that's it. Voor jou is hier alles gecleared volgens mij. Yes. Oké. Dan zie ik jullie zo terug, jongens. Als ik al verder ben. De eerste runners zijn altijd leuk om te zien. Oké, dus even tijd voor een kleine update. Ik ben net begonnen met mijn command center. Ik heb de wooden workshop geplaatst. Ik heb net de farms die ik nu op plaats ben. Ik denk dat ik de markets wel vast wil gaan doen. En zoals je kan zien hier, als je een beetje in de buurt kijkt. Er is bijna niks van eten in de buurt. Dus ik besloot van, oké, alle huizen gaan hier. En al dit gras ga ik gebruiken voor farms. En dan hoop ik dat ik andere plekken vind waar meer voedsel zit. Nou, voor de rest moet ik het nu gewoon even met deze dingen doen. Met, hoe heet het? Met wat ik hier heb. En met de weinige, er zijn relatief weinig dingen. Weinig units, moet ik dus nu mijn army maken. Dus, verder daar. Tijd te expanden. Op zich gaat het tot nu toe wel. Want kijk, ik heb hier wat iron gevonden, dat is nice. Ik denk dat ik dit wil afsluiten. Even kijken hoe ik het hier wil gaan doen. Dit afsluiten, op zich, het gaat wel. Maar de eerste stad komt er al redelijk binnenkort aan. Daar moet ik ook nog een beetje voor oppassen. Oké, voor nu wordt in ieder geval rangers pompen en zorgen dat we genoeg... een groot genoeg army hebben om de eerste stad aan te kunnen. Om wat walls neer te zetten, omdat ik dus heel dat in de buurt kom van die funny village. En ik wil toch nog het iron pakken. Maar ik ben namelijk bang dat het net iets te veel geworden. En aangezien ik mijn soldiers zo enorm heb gebufft, denk ik dat ik maar voor mijn super soldiers wil gaan. Daarvoor heb ik dit nodig. Dus laten we het iron pakken. Oké, ik zit hier nu even met een gevaarlijk puntje, zeg maar. Ik heb hier dit hier nu gezet. En ik wou eigenlijk dit afsluiten en dit hier afsluiten. Maar ik zie hier gras. En als ik dan hier kijk, zie ik dat waarschijnlijk op dat gras staat die village. Dus, en dat zou misschien kunnen dat het ook met die andere villages. Dat zeg maar op de plek waar de villages zijn, dat daar gras is. Dus om je echt goed te zeggen van, ga, als je meer voedsel wil, moet je de villages gaan verslaan. Oh boy. Dus ik ben benieuwd hoe groot zo'n village is. Want aangezien het hier al is, en dat is dus... letterlijk hier op de rand. En daar is de village pas. Dus dit gaat echt een flinke village zijn. En ja, mijn probleem is gewoon. Als ik hier dus nu een barrière zet. Misschien is dat net iets te dicht bij die village dan. Waardoor ze dus massaal beginnen aan te vallen. Dus daar wil ik nog even op houden. En daarom is het. Het is stom, maar ik wil het gewoon open houden. Ook al weet ik dat er een village heel dichtbij zit. Het is best een risico wat ik nu wil nemen. Oké, dus we zijn nu aangekomen bij de soldiers. En ik heb hier ook extra gebruik kunnen nemen van deze dingen. Oké, maak de soldiers maar. En dan moet ik voor de rest zorgen dat ik meer huizen heb. En dan zou het goed moeten komen. Oké, ik denk dat ik het mogelijk heb gestart. Dus... Oké. Kijk, dichterbij. Het is tijd. We moeten ervoor gaan. Oké. Oké, dit is ook iets te ver. Oké, nu zijn we in het in de penarie. Oh boy. Ja, dit is precies wat ik verwachtte. De lading aan gaat komen. Ook vanaf die kant, dat is niet iets wat ik niet wou. Oké, dus, wat gaan we doen? Bijna alles naar daar, huppakee. 1 of 2 eventjes laten staan. Kom op met de soldiers, we hebben het hard nodig. Oh boy, ja, nee, we hebben het helemaal verneukt. Hoe gaan we dit doen? Ik denk dat ik flink wil terugtrekken. En dit wil afsluiten. Zo. Oh, alsjeblieft, jullie kunnen er langs. Kom op nou. Oké, dus dit is wat ik nu ga doen. Nee, jou daar. Jullie daar. Oké. Blok het af. Hou het hier. Dit zou goed moeten zijn. Maar dat is dus de ding wat ik dus inderdaad al dacht. Van, dat gaat niet goed gaan daar. En zoals ik al zei, ik begon... wat ik deed, is ik deed mijn rangers iets te verder daar.
Waardoor ik iets van 4 poelde. Het was te veel voor mijn rangers om te handelen. Dus ik zet mijn soldiers erin. Soldiers maken veel meer geluid. En daar zit je al. Dus dat was het grote probleem. Dus nu is het gewoon een kwestie van wachten tot we genoeg dingen hebben. Tot we genoeg soldiers hebben. En dan moeten we gewoon in die stad gaan. Oh boy. Nou. Dan wordt het tijd voor de kottetjes zo. Want we moeten in deze kleine ruimte moeten we het regelen. Oh boy. Oh god. Please, hou dit vol. Oh no. What the fuck? Please, kom niet massaal deze kant op. Ja, langzaam deze kant op is goed. Op zich houden we het wel vol. Als het maar langzaam... als het langzaam gaat... Dan houden we het vol. Maar voor mij is het net buiten de fatsoenlijke radius van hun. Ja, kijk, hier mogen ze, daar mogen ze door. Dit vind ik niet erg. Weet je wat, doe maar. Dit is nu mijn barrière. Ja, ik knijp hem toch wel een beetje daar. Oh no, oh no. Dit is misschien het einde. Keep shooting, keep don't stop. Oh jee. Oh jee. Oké, dus onthouden, soldiers zijn beasts nu. Dus... soldiers zet ik hier neer. Oké, zeg maar gewoon als die door mogen breken. God forbid. Oh boy, oh boy. Kom hier. Dat is ook leuk daar. Kom op, zijn net steeds te dichtbij. Oh boy, yep. Mm-hmm. Extra support daar. Oeh. Houden het vol. Ook maar net. Oké, we hebben een soort van gestabiliseerd. Dus ik heb hier zo meteen een tweede. Hoe heet het? Military Center, Soldier Center. Ik ben hier langs met clearen met een paar Rangers. En ik ben hier dus mijn army aan het opbouwen. Ik denk als ik 30 soldiers heb dat ik nog ga pushen. Ik denk met 30 dat het wel moet lukken. Vooral als ik het op mijn gemakje doe. En op 30 zit ik zo, want ik krijg genoeg iron binnen. Ik heb nog genoeg voedsel, nog genoeg workers. Nou, dat komt allemaal goed. Even kijken, dus we hebben er hier nu 17. Deze 5 erbij. Hier nog. Oké. Dus ik denk dat ik dan terug ben, zodra we hier een goede army hebben. En dan gaan we langzaam pushen. Want ik vergeet altijd dat er geen waves zijn, dus dat is super chill. Echt heel fijn. Ja, hoe heet het? Executive spam hier is ruwe. Dus een beetje uitkijken. Maar, we hebben in ieder geval, als het goed is, je hebt 32 soldiers. Dus dat is mooi. Dus ik denk dat ik jullie eventjes nou, het wat daar ga zetten. Dan is het tijd om te pushen. Dus, nou, repair, oké. Ja, omdat je morgen weer repairt dat ene deel, laat ik het even lekker staan. There we go, 3. Waarom komen we hier zo nog eentje aan, there we go. Alright, dus ik kan nou pushen met dit. En ik hoop dat het niet te weinig is. Moet bijna niet, want ja, hoeveel damage doen ze? 6% armor en ik weet niet hoeveel dingen. Het kan zelfs nog 5% meer armor krijgen uiteindelijk. Dat is ook een upgrade tot elke unit 5% meer armor krijgt. Dus dat is ook super nice. Oké, nou laten we eens kijken wat hier uit gaat komen. Ik ben echt benieuwd. Wat wordt de onslaught van deze kant? Dus laat dit maar lekker hier zo staan. En dan zullen we zo meteen waarschijnlijk genoeg zombies zien daar. Middels dat. Ik zie nog geen stad. Oh, maar... oké, er zit eindelijk een stad heel dichtbij, want anders zou het niet zoveel komen. Oh boy. Dit is wat ik bedoelde. Dus ja, als ik hier dus was gebleven, dan hadden we dit dus constant gehad. Oh boy, houden jullie eens vol? Dit is net zoals die swarm wave, die swarm mist die we altijd hebben. Maar soldiers zijn zo goed nu. Het is gewoon amazing. Oh, wat denk jij nou weer? Wat gaan we doen, hè? Wat gaan we doen? Afblijven. Laat jou ook lekker daar staan dan. Ja. Roei maar lekker uit. Deze hele village. Oké, daar hebben we de stad. Dus wat ik wil gaan doen is zo snel mogelijk dichterbij. En dan gaan we weer het opblaas tactiekje doen.
tot hier. En go. Blaas op. Blaas op. Blaas op. En nu de zombies van je afhalen. Oké, so far so good. Ik wil even om de resources heen. Als dat even kan. Oké. Okay. There you go. Het valt wel mee hoe groot de stad was. Nou, was dat het? Was dit serieus de size van de hele stad? Nou jongens, dan kunnen we erheen. Dan is het tijd om te expanden. Ik denk dat ik mijn army in twee delen ga opbreken. De ene kant ga ik hier zo een beetje clearen. De andere kant ga ik daar wat clearen. En dan zouden we langzaam heel het kunnen clearen. Maar ja, dit is precies wat ik dacht. Een groot stuk gras. Met daar, daar bovenop de village. Ik kan jullie gewoon in chase mode zetten. Jullie misschien een beetje meer, beetje beter verdelen. Zo, over twee area's. Een area hier en een area daar. Dan is dit compleet veilig. Dit kunnen we daar zetten. Een paar van die dingen, dat maakt niet veel uit. Jullie chasen lekker. En dan kan ik dus dit hier afsluiten. Dit kan ik beschermen. Dit kan ik afsluiten. Wat ik nu even meteen wil doen. En er komen wat leuke dingetjes aan. Gezellig. Zo, ja, sure. Jullie daar. Ik ga jullie alvast... Even kijken of ik hier nog wel gemist heb. Volgens mij heb ik hier nog wel wat dingen gemist. Weet je wat? Dan gaan jullie ook op chase. En dan wordt het dus een flinke expansion, ja. Jezus, wat de hel komt daar allemaal uit? Dit is niet niks. Jesus Christ, dit is een flinke hoeveelheid zombies. Oké, maar laten we kijken, want het is super soldiers, hè? Dus de ene soldier staat gewoon lekker alles te tanken. Moet je kijken hoeveel zombies er aan zijn voeten liggen. Oh, geweldig. Oké, we zijn bij de rand van de map. Dus dat is nice. Dus heel dit gebied kunnen we claimen. En ik denk dat ik gewoon letterlijk alles wil gaan claimen wat zeg maar zuid zit van deze lijn. Dan wil ik al dit gebied gaan claimen. Want dit is allemaal al weg. Zeg maar het mooie is, er komen geen zombies van buiten de punt. Dat is gewoon een fact. Dus we geen zorgen om te maken. Dus als we een gebied hebben gecleared, we kunnen gewoon de dingen hier neer gaan zetten. De, hoe heet het? De torens. Er is geen kans dat er een zombie in één keer aankomt om het kapot te maken. En dat maakt het zoveel fijner om te expanden, jongen. Echt, dat is ongelooflijk. Oké, nou, we hebben hier een mooie laag. Gaan we lekker naar boven. En kijk wel even, misschien dat ik zelfs dit, zeg maar, hierboven nog mee kan nemen of zo. I don't know. Kijk, ik zit jullie ook nog op chase, want alles hieronder is nu weg. Confirmed, dus ja. Oké, dat is nu eindelijk tijd om te expanden. En dan kunnen we dus een flink grotere army opbouwen. Voor straks de tweede village. Want ik verwacht nou wel een keer dat die nog wel groter gaat zijn. Oké, het is heel rustig hier. Heel weinig. Oh, wauw, ze liepen er. Serieus, van alle dingen. Goddammit. Oké, dus ik ga jullie gewoon langzaam nog steeds laten pushen. Ik moet even kijken wat ik hier wil doen. Dus we hebben heel dit hier. Heel, ja, heel de wall hier. Ik weet niet, is dit ook een wall? Oh, what the fuck? Oké. Okay. Oh no. What the fuck is dit in één keer? Out of fucking nowhere. Out of absolutely fucking nowhere. Is de stad in één keer wakker geworden daarboven of zo? Jezus. Altijd zo random dingen. Van ineens van, hey, we're here to party. Jezus. Achter. Oké, laten jullie... jullie maar lekker doen. Nou, het is een rip jullie, maar... Dit invallen? Ja, ze kunnen hierbij. Nou, het gaat niet vallen. Jezus, out of nowhere, man. Dat is zo gevaarlijk. Met zombies. Out of nowhere. Jezus, oké. Okay. Jullie zijn wel heel ver uit elkaar aan het gaan. Oké, okay, laten we eens goed kijken wat ik nou dus mijn rand wil doen van mijn city. Ik zet denk ik dit nu. Dan ga ik heel dik claimen. Doe dit erbij. Dit erbij. Dit erbij. Ik ga echt flink groot. Ik ga echt groot. Oké, okay, ik denk wel dat ik hier wil wachten. Daarom. Oh, oh. Confirmed. Er kunnen nog steeds zombies vanuit de van buiten de map komen. They lied to us.
Oké, nou, dat is zo. Daar valt om mee. Heb ik iets wat ik erop af kan sturen? Ja, ik ga al deze dudes ga ik terugsturen. Hè? Ja, ik zit er denk ik om heel dit te clearen, maar hou het rustig. Fine. Dit barrière, daar. En ja, nu moeten we even kijken, want ze kunnen dus wel van buiten de map komen, dus blijkbaar. Dus dat is heel interessant dan. Wat we dan moeten gaan doen. Ik kan jou misschien even lekker bezig houden van, hey, kom hier, spelen. Dan heb ik Chase allemaal maar weg. Hopelijk komt er nog geen hier. Nou jongens, ik denk dat ik weer ga pushen. Ik heb dus nu dit gedaan. Dit is nu de complete map. En ik heb dus overal wat defense neergezet. Ook al zet maar een klein beetje. Zoals hier. Er zit één soldier. Maar dat houdt het. Dat houdt het gewoon tegen. En ik sta hier met 54 dingen ga ik verder pushen. Dus ik hoop dat dat genoeg is. Ja, maar wat ik dan denk is, als het genoeg is, dan kunnen we dus zo de map clearen. Maar het grootste probleem is nog de population. Want we hebben maar heel weinig population eigenlijk. Dus dat is dan een ding waar ik nog moet zien te fixen. Maar goed, laten we in ieder geval kijken dan wat hierboven zit. Voor dingen. Kijk, ik wil een paar dingen wil ik hier nog laten. Zoals daar, precies. Daar ging het al. Zo, voor het geval dat er meer langskomen. Dat we in ieder geval nog voldoende ruimte hebben. Oké, dus waar zit die village? Volgens mij, hè? Komen ze via het zuiden? What the actual fuck? Oké, weet je wat? Nou, perfect, want dan gaan we toevallig naartoe, dus hou het even vol, jongens. Hou het even vol. En dan zijn we er op de... Oké, chubbies. Die andere stad is officieel dus groter en erger. Oké, dit moet lukken. Zeg maar, jullie space bedoeling. Oké, jij gaat denk ik wel dood. Oké, goed. Maar nu gaat de rest aan van de zombies. Nou, wegwezen, you piece of shit. Goddammit. Nou, dit is goed nu. Oké, nou. Ik zag af en toe zag ik wel eens een zombie hier komen, maar dan was het dus een enorme wave. Maar de... Ja, dat was al heel ver weg. Was die stad gewoon helemaal getriggerd erdoor ofzo? Die denkt van, ja, we gaan via hier nu. Nou, ik laat jullie even lekker doen. Oeh, is dit afgesloten wel? Nou, tot hier in ieder geval zo. Wacht, even dit zo doen. Vergeet de hele tijd, uit de zet natuurlijk. Ja, laten we kijken. Oh, ja, hier begint de groen al te worden. Dat betekent dat de stad in de buurt is. 56 soldiers. Kijk, waarom komen er allemaal chubbies vandaan? Gewoon random chubbies, volgens mij, want anders zou ik niet vandaan komen. There we go. Daar is de party. Let's go. Daar is de party. Yep, oké, deze stad is groter. Maar we hebben ook bijna twee keer zoveel soldiers nu. En een lading zijn nu veteran. Oké, dit is geen gevalletje van ik kan doorpushen en dan van me afschudden. Dit is een gevalletje van volhouden. Ja. Het had wel lukken, daar niet van. Maar ja, weet je wel, laten we proberen. Push, go. Schiet kapot, go, 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 go. Ja, dat is toch net iets zo vijverig. We gaan er vallen. Deze heeft naast zijn zin. Van yeah, free food. Bye. Oké, okay, dit is iets te. Dit is duidelijk te. Gaan er een paar aan. Laten we er nog maar 50 over houden, is goed. Hop. Oké. Okay. Zal ik jullie langzaam op pushen? Ik een beetje een backup doen, 10 man. There we go, nog 60 gaan. Oké, okay, schiet kapot. Oké, okay, door. We moeten opschieten. Voordat er niks van uit gaat komen. Oké, okay. Weg. Go, naar daar. Naar deze. De grote weg. Dat is de... Oh, jee. Oh my god, dat was goed dat we die op tijd weg hadden. Want je kijkt wat daar in één keer uitkwam. Holy shit. Dat was niet niks. Dat was zeg maar zo'n... Voor mij was de eerste die we wel gevonden. Dat was een command center, of tenminste, dat was de grootste versie waar je kan krijgen voor een Village of Doom. En daaruit kunnen dus ook chubbies komen. Dat is wat we daar net zagen. Paf, 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 kom op, dood. En haal alles van je af. En de village is gone. Alright, dus dat was de village hier. Dat betekent dat we nu alleen de map hoeven te moeten clearen en dan... De stad groot genoeg moeten maken. Oh, hallo. Wat? Wow. Ik dacht dat het klaar was. Wat komt daar aan? Jesus.
Executive party. En via de andere kant. Wat is dit ineens? Ik hou het vol daar niet van, maar wat de hel was dat? Aan allebei de kanten een enorme stroom van executives, man. Als je hier niet goed op bent voorbereid, dan is dit toch compleet insane. Kijk hier naar. Jezus. Nou, weet je wat, voordat ik naar daar ga, wil ik eerst hier clearen voor het geval dat er inderdaad een stroom van executives gaan komen. Waar ik niet had op zitten wachten. Walls are under attack, sure. Hier komen ze ook, whatever. Super soldiers. Je kan wel merken dat soldiers nu echt amazing zijn. Wauw. Komen jullie van... Wow, dit is trouwens een vaag punt. Komen jullie van buiten de map? Daar leek het wel op even. Oké, loop door, loop door, loop door. Laten ze hier maar doorkomen. There you go, dan knallen ze kapot. Ze komen van buiten de map, daar leek het wel. Ja, het is gevaarlijk gedoe hier. Vooral met deze executives hier heel overal. Het stikkie van de executives, man. Oké, dus ik loop even door, hoor. Gewoon even een stukje doorlopen. Oh, ja. Het is gewoon een wall van executives hier. Jesus, oh god. Oh, what the fuck is dit? Oh. Ik dacht echt even dat het compleet vol zat. Oh my god, dit is ook niet niks, maar... Oh. Yeah. Do you like executives, boys? Do you like them? Hier heb je er een paar. Oh boy, we zitten op 800 zoveel. We moeten nog genoeg doen. Nu hebben we genoeg spullen ervoor. Genoeg dingen ook. Alright. Spam it is. Oké, het noordoosten is eens waar nog wel een flinke lading zombies vandaan komen. En voor de rest wordt het gewoon langzaam alles doen. Tot we hier in één keer... Oké, de village was doom. Yes. Dus vooral infected moeten we zien. En dan nog de 1500 population waar we nu mee bezig zijn. Oké, we zijn hier bijna klaar. Nog een paar executives hier in de hoek. En there we go. En dat was het. Yes, all infected destroyed. Oké, ik laat ze dan nog wel een beetje hier zo staan. En ik zet ze op chase nog steeds. Want er staat een grote kans dat... een grote kans als ze in één keer vanuit buiten de map komen. En dan dat die wordt geuntikt. Ik weet niet wat een ding is, hoor. Maar in het geval dat dat is. In ieder geval voorbereid zijn. Oké, okay, dus. Chase. Yep, ze staan stil. Oké, okay, good. Dan wordt het nu gewoon naar boven krekken. Zorgen dat al deze dingen worden. Hoe heet het? Gemaakt. There we go. Lading huizen. Ik heb niet eens gebolderd om een ding te maken. Een stone workshop in deze missie. Ik heb niet eens een stone workshop nodig gehad. Wauw. Terwijl we gewoon Thanatos nu hebben en zo. Oh, Thanatos was sowieso niet nuttig geweest deze vandaag. Oké. Okay. Hoe zit het met de population? Oh. Wait. There. Wauw. Wauw. Really? We haalden het. We haalden de population. Maar toen kwamen er infected op de map. Dus nu moeten we de infected weer clearen. God damn it. Natuurlijk, hè? Natuurlijk. Ja, ze gaan allemaal die kant op. Dus dit zijn denk ik misschien de laatste hier zo beneden. Ik denk het wel. Ja, dit zijn de laatste. Oké, okay, als deze dood zijn, dan zijn we klaar. Oh, voor mij is dat de laatste. Ja, dat was de laatste. Ik kon nog eentje aanzetten. Alright. Nou, dus the Valley of the Dead completed. Het had wat gevaarlijke puntjes, maar dat kwam puur omdat ik gewoon deze soort map eigenlijk niet leuk vind. Maar goed. Oh. Oeh. The Emperor Quintus Crane demands your presence in the throne room. Nu gaan we het krijgen. Oké, we hebben een nieuwe missie. Een nieuwe hero missie. En we hebben... Jesus, oké. Oh boy, dat is flink wat nieuwe dingen. Dat had ik niet verwacht. Oké. Dus, in ieder geval, wat is net weer een cutscene met Quintus Crane. En het was weer niet bijzonder, maar het geluid is steeds veel te zacht. En ik weet niet of dat in mijn opties iets is. Ik kan even snel kijken hoor, maar ik denk het niet, right? Ja, global is 15%, misschien dat het daardoor kon, maar het is een beetje vaag. In ieder geval. Dus ik denk dat ik het gewoon hierop hou. Ja, je video. Is dat het misschien? Video fout? Nee. In ieder geval, wat hij zei is, je hebt nu 12 kolonies. Super nice, maar dat is nu een klein probleempje als je nu een missie mocht falen. En ik weet niet of dat serieus een gameplay effect heeft, of dat gewoon voor de leuk is dat hij het zei. Om het nog gevaarlijker te laten voelen, zeg maar. Maar wat hij zei was dat op dit moment zijn er zoveel units, zoveel mensen in al de kolonies. En dat kan je als goed is hier zien.
Dus we hebben, even kijken, je total population is 16.000. Dat mocht het zo zijn dat ik nu faal en een van mijn steden vallen, dan vallen alle steden, dan krijg je een cascade effect, dat al mijn kolonies zo vallen en dan zouden we bij de kreden hier, zouden er dus meer dan 16.000 zombies in één keer komen en die zouden dan de stad overwhelmen en dan is gewoon heel humanity gone, zeg maar, dan valt deze stad. Dus dat is zeg maar gewoon wat ze zeiden en dat is op zich cool, vind ik leuk, dingetje erbij. Om het wat moeilijker te laten denken. Maar ik denk niet echt dat het een effect heeft. Anyway, laten we verder kijken naar wat dus de nieuwe missies zijn. 3 nieuwe missies en een nieuwe horde. Dus super nice. Laten we kijken. Dus we hebben hier een nieuwe hero missie, de prison. Laten we hier kijken. This huge complex seemed to be an old prison built in this inaccessible place in the middle of the desert. Probably to avoid the infected. Our scouts alert us that the prison is packed with infected. 2 Lucifer units have been sent to purge the infection, but are trapped in the entrance. Rescue the Lucifer units and explore the prison. There must be many artifacts of great value for the Empire. 520 research points, superveel. Wat Empire points. Ja, dat is sick. Dus we hebben hier dus Lucifer die we kunnen vinden. Cool, nice. Voor de rest zijn gewoon ja, oké. De rest kennen we. Dan hebben we hier de Villa of Terror. Oeh. At this mountainous crossroad lies one of the largest affected villages we have crossed path with. Oh, that is sick. Its existence puts the colony's communication network at risk, as it houses thousands of infected. Many of them of the most lethal and dangerous types. Oh, of many of the most lethal and dangerous types. Okay. Build a colony to gain control of this crossroad and control the Villa del Terror. Do not leave any infected alive. Oké, dus dit is weer een enorm. Oké, nu zijn er waves. Zie ik. Dus er zijn swarms. Alles moeten we clearen. Grotere population. En we moeten dus de grootste village of doom tot nu toe moeten wij gaan clearen. Dit lijkt me een super sick missie om te doen. Heel sick. Oké, en dan hebben we de resistance. Dat is de tweede difficulty 4 missie. Oké, over the small aquifer in the middle of the desert rises the ruins of an ancient fortress. Must have been one of the ancient human resistance spots. Only some sections of the outer wall of the fortress remain. You can use them as part of your defenses. Our engineers have used material from the ruin to build the large telescope on top of the command center. Oeh, dus we hebben de beholder. Hebben we. This will provide you with a full view of the surroundings. With a large colony and fortify your defenses to repel the attack of the infected. Oh, dus dit is weer zo van, er komt één enorme wave aan op het einde en die moet je dan dus resisten. Dat is de hele naam van de map. Dus dit is gewoon een hele moeilijke versie van dat. Alright, maar er zijn best wel veel missies die dat hebben, toch? Deel 1, de Lonely Fortress, dat was dat. De Oasis was volgens mij dat, ja, dat is ook zoiets. En dan hebben we nu de Resistance, maar de Resistance hoef je minder population te hebben dan deze. Maar deze is moeilijker. Of deze is makkelijker zo dan die? Oké, okay, I don't know. Infected, 8000. Wat heb je? Oeh. Oké, okay, dit is interessant. Dus we hebben een infected swarm weer in lading. Maar we hebben nu al chubbies erbij voor de eerste keer. En we hebben wat infected executives. Dus ik kwam af, die chubbies. Omdat chubbies erbij zitten, zijn lucifers dan nog steeds heel goed? Of moeten we gewoon puur weer voor soldiers gaan? I don't know. Soldiers, dat is geweldig. Anyway, ja, nu hebben we in één keer weer zat te doen, jongens. Nu hebben we zat te doen. Oh boy. Nou, het laatste wat ik nog even wil doen is hier naartoe. Naar de tech tree, want we hebben dus nu 270 punten. Laten we kijken wat we kunnen doen. Ja, we kunnen nanomaterials doen voor middenfans. We kunnen... Ja, als we deze doen, dan kunnen we daarna doorgaan voor de mutants. Maar ik wil ook voor jou gaan. En ik wil ook nog voor andere dingen gaan. Ik moet even kijken wat het slimste is om te doen. Ik denk dat ik maar één fatsoenlijk ding kan doen. Ja, dus ik zit te denken om dan gewoon te gaan heel simpel voor woedtransport. Gewoon puur dat we meer woed hebben, dat we makkelijker kunnen gaan. En dan na de hero missie, dan hebben we scheidlading research. En dan kan ik misschien in één keer voor nanotech en voor de mutants gaan als ik zou willen. Ik moet nog zien. Dat moet ik nog zien, ja, wat we daarna gaan doen. Oké, okay. In ieder geval, we hebben dus nu woedtransport. Anyway jongens, bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van deze episode. Vergeet niet nog een like achter te laten en te abonneren. En op het belletje te klikken voor meer video's van They Are Billions. En de volgende keer dan hebben we genoeg optie wat we dan gaan doen. Dus bye bye. En tot. Ja.